Waarom dit stuk? We zijn gevraagd om het te doen. Dus op het Holland Festival komen nog twee grote Duitse Tsjechov producties. Drie Zusters en De Kersentuin. Van in de regie van Peter Zadek en van Mart Thaler. En dat zijn echt van die grote Duitse regiemonsters. Die enorme, die staan ook in de muziektheater en in de Stad Schouwburg. Van die hele grote, tot in de puntjes doordachte. Dat zijn echt van die regisseursvoorstellingen waar alles is uitgedacht en uitgewerkt. En bij ons is het toch meer dat we met de groep dan besluiten om dat stuk te doen. We waren gevraagd, toen hebben we na wikken en wegen gezegd dat we het zelf wilden. En dan beginnen we gewoon en dan zien we wel wat dat stuk voor ons betekent. Dus wij gaan niet ons idee of ons tijdsbeeld of onze visie op dit stuk plakken. Maar wij zoeken juist naar wat dit stuk met ons te maken heeft. Dus wij zoeken naar openingen in het stuk om het... Waar het over ons gaat, of misschien juist waar het niet over ons gaat, maar wat je dan wilt laten zien. Wat zijn dit nu voor teksten, Vincent? Nou, dit is een van de eerste teksten die ik moet zeggen. Daar heb ik altijd even moeite mee, dus ik schrijf gewoon maar met koeienletters op de grond. Terwijl het lijkt heel simpel. Botteren, boerenkop. Op zich niet zo moeilijk. Boeren, middenkop, midden en kop. Dit is een wat uitgegroot spiekbriefje. Ja. Ja. Moet je ook in deze richting je tekst opgeven? Nou nee, ik sta hier eigenlijk net, dus misschien juist wel leuk. Maar we kunnen altijd overheen krassen. En dan doe ik zo, hier maak ik een rebus van. Eén. Ja. Hier nog even. Ja, het gekke is ook dat het wel weer iets nieuws gaat opleveren, want doordat... Nou ja, de tekst uit het stuk, maar ook bijvoorbeeld regieaanwijzingen staan er ook tussen. En doordat je, als je die nou ziet staan, dan ga je ook weer op een andere manier ermee spelen. En de ruimte nou als geheel begint samen te vallen. Dat was maar gewoon een idee, daar zijn ze mee begonnen. En Michiel die is met die koperen platen begonnen, wist er ook niet van wat het zou worden. En het is nou al, begint het elkaar te versterken. Waarom laten we in het midden wie dat zegt? Nee, dat is niet in het midden, maar maakt mij niet kunnen kiezen. Zeg jij maar. Ja, maar. Dus maar dan, als het ware, dat dan ook gewoon in en uit loopt alsof het niet waar is. Wat ik dan zonde vind, is dat je, ja dat vind ik goed, maar dat je het verhaal zo daar naar de muur zou doen. Nee, maar dat kan het ook zo richten. Ik kan het ook uit mijn hoofd leren, maar ik ken het niet. Nog, ja, je kunt het wel van de muur afhalen. Ik heb een boek bij je nu. Ja, maar ik kan het toch zo lezen. Maar ik vind het mooi als het open is naar het publiek toe. Nou ja, we hebben gezegd, we doen dit en we spelen. Maar ja, het Holland Festival is... Ik bedoel, het festival, dat zegt me verder niet zoveel. Die denkt ons godverdomme bang te maken met zijn vissenogen. Duivel. Het is eigenlijk al anders dan anders. Ik denk dat onze andere voorstellingen nog eerder in het Holland Festival zouden passen dan deze. Omdat deze nog kneuteriger is. De meeste voorstellingen die we maken werken we langer aan. We hebben nu al bij elkaar een maand gewerkt ongeveer. Het gekke is dat we werden gevraagd zonder dat Ivo van Hoven ooit iets van ons gezien had. Dus dat vond ik wel raar eigenlijk. Je verwacht toch dat, ja, dat iemand iets persoonlijk met je heeft als je wat maakt. Dus ik denk eerder een beetje de naam die we hebben van een groep jonge honden die met klassieke teksten aan de haal gaat en dat naar onze eigen hand zet. Voor hetzelfde geld had het ook dood paard kunnen zijn. Of een andere. Ja, er zijn niet zoveel echte acteursgroepen in Nederland. Land zoveel met Bill. Ze krijgen daar van de regering, dat heeft me verteld, krijgen ze 100 hectare per maand. Ja. In de stad komt er op de orde net uit. Er ligt er stof, dan moet je sproeien, straat van moet je opruimen. Omdat er hoge huizen zijn. Een theater, politie. Ik ben in mijn eentje begonnen om met het bewerken en vertalen ervan. Dus in die zin ben ik zo daarin gerold, zeg maar. En ik ben nooit zo echt zo met die rol bezig. Meer met het geheel. Ik ben natuurlijk ook meer dramaturg dan acteur. Dus ik ga eerst vanuit het geheel en dan kijken van wat mijn
rol, wat dat betekent voor de andere, voor het geheel vooral. Je hebt een stuk vertaald. Ik heb de eerste aanzet gegeven, ja. Daarna zijn we met z'n allen eroverheen gegaan. Ja, het lukt ook niet om het altijd eens te worden. Het is meer dat we zoeken in stukken. En in plaats van een concept of een idee op een tekst te plakken, proberen wij stukken open te breken, naar onszelf toe te trekken. En dan, ja, automatisch trek je het dan naar de hele groep, omdat iedereen een stem heeft erin. Dus het is ook niet een voorgeschreven werkwijze, het is gewoon iets wat ontstaat. Barland is ook niet bedacht, het is ontstaan. Gewoon als een vriendenclubje die voorstellingen maakte. Toen we nog op opleidingen zaten. En eigenlijk omdat we buiten de toneelschool of de studie theaterwetenschap nog wilden doorknutselen aan voorstellingen. Dat was echt een knutselclub. Dus we maken echt met z'n allen een complete voorstelling. En niet alleen het onderdeeltje acteren. Hé, hey, wat heeft dat te betekenen?